Johnny, ik heb een hele mooie herinnering aan jou. Dat we samen bij het kampvuur zaten. En jij liet mij een heel mooi magisch trucje zien. En dat was met een vloedje. En die liet je op je vinger balanceren. Waardoor die zeg maar heel hard in het rond ging draaien. En ik had echt zoiets van, ja, dat is gewoon magisch. Dus voor mij was het gewoon een magische man. Het moment dat ik hem heb ontmoet was het mijn broer gewoon gelijk. Dus, en we hebben gelijk de hele avond gechilled. En zonder, zelfs bijna zonder woorden, maar met... weet ik veel hoe ik zeg het. Met alles, whatever. Johnny wel een goede vriend van me. Ik heb echt een waanzinnig mooie foto van Johnny en mij. Staan we boven op de toren. Johnny in roze. Met zijn borsten eruit. Zulke spierballen. Staartjes in. Waren we de hoeren van Babylon. Moesten we Marokkaanse jongeren eraf timmeren. Die werden eraf gestuurd door iets van 8-9 travestieten. De herdenkenis van de mooie Johnny Boy wil ik even bekrachtigen. Een eigenzinnige vuurmeestervorm, een krachtige vorm van het leven, een interessante uitstraling en veelbelovende vuurmeester. Daarom heb ik ook gezegd, vuurmaster Johnny Boy. Ik weet ook zeker dat hij daar ergens bij die kerktoren zit. Gewoon samen met Henk en met Bassie. En met nog een paar mensen die een beetje lopen te klieren. Maar ik bedoel, echt, volgens mij kijken ze echt vanaf de toren, zien ze dit gewoon. Zo voel ik het ook eigenlijk echt. Ik weet zeker vanaf nu, als ik hier kom en een vuurtje zie, dan zal ik altijd aan Johnny blijven denken. Ah ja, hoe herinner jij je Johnny? Als een hele impulsieve ADHD'er die wijs was. En niet alleen streetwise, want hij was natuurlijk in eerste instantie een vuurvreter, een vuurspuwer. Zo leerde ik hem kennen. Ook een jongen die op de Dam kon staan en daar wap, enorme wolken vuur de lucht in blies. Het vuur brandt hier ook, dus ja, deze man betekent voor mij vuur. En echt een man met levensvuur, een man met... En ook een filosoof tegelijkertijd, want hij wist op heel basaal niveau dingen door te geven. Het was een mens die had geleerd door schade en schande te communiceren met anderen. En tegelijkertijd niet vanuit een frustratie, maar vanuit een levenswijsheid. Dus ja, in die zin een hele bijzondere man. Het goede gevoel dat hij altijd uitstraalde. En hij kon dronken zijn. Het was echt een, ja, moet ik zeggen, een beestig mens. In de positieve zin van het woord uiteraard. Want ik hou van die jongen en daarom ben ik ook hier om hem te herdenken en het vuur door te laten gaan wat hij heeft gespuwd. It's better to burn out than to fade away, zei Neil Young. En ik geloof dat dat voor Johnny zeker geldt. Want dat was iemand die op die manier vorm en inhoud heeft gegeven.